Ik weet perfect hoe ik jouw CTRL alt delete dingetje kan bespelen. Zonder dat je er ook maar één minuut het gevoel hebt, die man kletst uit zijn nek. Ik weet, iedereen ziet jou als die IT'er, maar ik niet. Ik zie in jou een soort tuinman. Ik weet dat die handen veel meer kunnen dan broeren van toetsen. Die handen kunnen leven laten geworden. Die handen kunnen mij omgekeerd op het salontafeltje duwen. Dat was een hele hete scène, madame de Bovary. En ik heb het gevoel... Ik heb jou eens gegoogeld, Pieter, en ik weet dat jij minstens 15 kilo belt zwaar bent. Maar weet dat mijn erotische kennis veel verder gaat dan Facebook, liken en Twitter. Ik kan jou mijn ware innerlijke tonen. Pieter, ik denk dat wij de perfecte romance zouden kunnen beleven. De buitenwereld zou denken dat we gewoon afstandelijk zijn, beleefd en je zou me voorlaten bij het naar binnen gaan. Ik zou eerst de trap op gaan om niet onder mijn rok te loeren. Maar eens de deur dicht is, Pieter, dan gaan alle andere dingen open. En we zijn aangekomen tot de finale vraag die Katrijn zal stellen. En daarom, Pieter, wil ik je maar één ding vragen. Mag ik u schrijven? En de winnares voor vanavond is niemand minder dan Katrijn!